Goedemorgen Theresa. Goedemorgen. Ben ik in jouw eigen boerenbedrijf. Ja. En je staat voor een heel mooi karretje wat je tegenwoordig gebruikt op de markt. Hè? Ja. En ik lees hier boer met worst. Dit is boer met ham. Maar die is een beetje ingewikkeld gebleven. Wat leuk. En dit gebruik je dus in plaats van een koude kraam. Ja. Hè? Ja. Leuk hoor. En dit heb je zelf zo geschilderd. Ja, deze kant en hier staat boer met worst dan. Ja. En de andere kant staat boer met spek en dat heeft een vriend van mij gedaan. Leuk. Die is professioneel snelweg schilder. Graffiti. Oh, graffiti man. Ja, ik ga je even voorstellen aan alle mensen die naar deze film gaan kijken. Jij bent dus eigenlijk de koningin van de boeren van Nederland. Je hebt de wedstrijd gevonden. Jij zegt het. Ik zeg het en ik heb jou gevolgd op Melk en Honing, het programma. En daar deed je het zo goed. Maar ik kende je al eerder vanuit de biologische markt van Maastricht. Ja. Maar zullen we naar jouw Bentheim aan varkentjes gaan? Ja. Ja? Theresa, nu zijn we eventjes in de stal. En nu zie ik hier drie redelijk grote Bentheimers. En je vertelde net dat deze, ik ga even heel voorzichtig met die camera. Deze, hoe heette deze ook weer? Dit is Oebe. Oebe, die wordt over 7 dagen gaat ze werpen. Daarachter ligt haar nicht. Dit is Juno. Juno. En Juno is de dochter van Ossie. En Ossie is de zus van Oebe. Oké. Okay. Okay. En alle drie zijn ze op dit moment drachtig. Alle drie. En dan vertelde je net dat er buiten dus een beer staat. Een beer. Een Bentheimer beer. De beer is Hans Woerst. Hans Woerst. En Hans Woerst is bij mijn weten de eerste beer in Nederland die vanuit Duitsland naar Nederland is gekomen. Ja. Via Remy Hoeve op Terschelling die het stamboek van de Bentheimer in Nederland weer heeft teruggebracht. Initiatief heeft genomen om hier weer op te zetten. Dan moet ik het dan zo zien dat alle Bentheimers door diezelfde beer worden gedekt? Nee, gelukkig niet, want dan zou je een zwak geslacht hebben. Dus we dragen samen met de vereniging zorg voor dat gespreid blijft, zoveel mogelijk, de bloedlijnen. Ja. Maar het moest wel ergens beginnen. Hans was gewoon de eerste beer. Ik ga nog even naar die. Oh, hij gaat naar buiten toe. Ja, met een enorme. En deze wordt wakker. Ga eens even kijken hoe het is. De zon schijnt. Het verhaal van Juno en Ossie is ook leuk. Wat is dat? Ken je die film Juno over een meisje, een tiener die zwanger raakt? Dat is deze dus die hier ligt. Ja. Die tienermoeder. Ja, daarom hebben we haar Juno genoemd. Ah. Want zij raakte drachtig, terwijl dat niet de bedoeling was. Ja, nu zijn we buiten en dan zien we dus, hoe heet ze ook weer, de moeder? Hier liggen Onte en Claudine. En dit is hun kroost. En zo. Zij zijn van 7 weken ongeveer. Leuk. En daarachter zie je Hans Woerst liggen. Achter dat hek? Ja. Ja. Kijken of ik hem dichterbij kan halen. Ja, die slaapt niet. Oebe nou naartoe gelopen? Oh, Oebe is daar gaan liggen. Zie je? Achter dat netje. Jullie hebben echt een biologische drive, om het zo maar te zeggen. Hè? Want ik zal zo meteen nog even teruggaan naar de stal om te laten zien aan de mensen die de film zien, dat jullie ook die varkentjes, die benthemmertjes, iedere dag eigenlijk een nieuw uitspanningje geven. He, mogen ze ergens anders weer lopen. Wat leuk is dit, zeg. Nou ja, de biologische norm is wel buitenlucht, maar de grond is nog steeds beton of roosters of stro. Ja. Maar wij vinden het leuk als de varkens ook echt met hun kunnen vroeten, met hun snuit in de grond kunnen. Ja. En daarom kunnen alle vleesvarkens die binnenop volgens de biologische norm zitten, kunnen wel omst de beurt in dit veld. Leuk. Ik hoorde buiten net ook de andere veldjes die we hebben. Ja. Maar dit is altijd bereikbaar. Dus ze komen allemaal. Hebben ze ook nog last van het weer als ze regenen? Dat ze niet. Ze lijken een beetje op ons. Als het heel hard regent, blijf ik liever binnen. Zij ook. En ze eten ook bijna zoals wij. Als het aan hun ligt, zouden ze alles eten wat de mens eet. Maar ze eten dus vegetarisch.
Ja, omdat dat verplicht is. Ja. Varkens mogen niet dierlijk eten. Nee. Langzaam. Oh ja, wat, wil je dat nog eens vertellen, Theresa? Want wanneer slachten jullie? Wij slachten relatief laat. Ja? Dat wil zeggen tussen de 10 en de 13 maanden. Ja. En dan zijn ze op een gewicht van zo tussen de 80 en de 130 kilo. Ze groeien langzaam. Dus ja, is, ja, met recht een slowfood. Het is eigenlijk een slowfoodvarken, kan je zeggen. Mooi. En dan hebben ze een speciale smaak ook dan? Want ik las ergens dat ze vrij veel vetten hebben. Is dat de zo? De bentheimer is een vet varken. Ja. Maar het vet geeft ook de smaak eraan. Ja. Het vet is intramusculair. Dus het zit door het vlees heen geregen. Ja. En hoe een varken smaakt, wordt 1/3 bepaald door ras. 1/3 door voer. Ja. En 1/3 door de leefomstandigheden. Maken we toch een dekking mee van een beer. Gaat het nog een keertje proberen. Dat heb ik in mijn hele leven nog niet gezien. Kijk, daar komt die. Jezus. Nee. Nog eens even kijken of het lukt. Allemaal werkt. Soms helpt het. Goh. Ja, Peter, is dus jouw man. Dat is de boer van het bedrijf. En dan na 3 weken weet je eigenlijk pas of het dan geslaagd is. Goh, wat bijzonder. Ik wil niet aan zijn hoofd zien of hij het nou allemaal prettig vindt. Het is toch wel een spannend. Ja, uniek moment. Zo, nu ben ik in het werkatelier van Theresa. Ga ik even naar de hammen. Die hangen hier te drogen. De worsten. We gaan vandaag iets anders zien als ik had gezegd. Zij gaat geen varkens slachten. Daar kom ik een keertje voor terug. Maar zij gaat crepinette maken. Heet dat zo, Theresa? Ja, klopt. Crepinette. Dan ga ik heel even met de camera naar het mooie bord wat daar staat, want daar zie ik het ook op staan. Crepinette. Jij gaat dat maken van het Bentheimer varkentje. Je hebt het vlees voorbereid, denk ik. Ja, heb ik vanochtend gemaakt. Ja. En crepinet, wat was het ook weer? Het is de crepinet en dit is het darmnet van het varken. Hierin zitten ze de ingewanden. Een soort gaasachtig iets, ja. Ja, het is heel mooi. Kijk, prachtig. Prachtig net. En daar doe je dat vlees dan waarschijnlijk en om. Daar ga ik dan de soort van hamburgertjes die ik gemaakt heb. Ja. Ga ik hierin wikkelen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Moet je die afknippen dan of zo op een gegeven moment? Ja, ik haal er een schaar bij. Ja. Het is heel dun vlies wat daartussen zit. Ja. Prachtig vind ik het. Ja. Kijk eens. Een spinnenweb. Heel mooi. Ik heb daar een schaar bij nodig. Daar. Ja. En dan leg je er eentje op. En smelt dat dan als je bakt? Het is ook vet. Dat witte wat je ziet is het vet. Ja. Maar het houdt het vlees bij elkaar. Mooi. En dat, in de pan hoef je dan ook niks te doen.
Dus dat vet, dat smelt, ja. En daar bak je het in. En waar komt het van origine vandaan? Dus hier hebben wij een... Is het Frans of Italiaan? Crepinet is de Franse naam voor het darmnet, voor het varkensnet. Oké. Noemen wij dat in Nederland ook bij een slager crepinet? Ja, toch wel, maar niet iedereen kent het. En het wordt ook niet meer, misschien nu weer wel, want varken is toch ook weer een beetje, begint toch een beetje weer populair te geraken, gelukkig. Ja, gelukkig. Dus misschien is het nu weer wat bekender, maar... Mooi, zeg. Ja, prachtig, hè? Ja. Ja. Maar jij doet dit nu, maar je maakt dus ook heel vaak verse worst... Ja, verse worst en droge worst. En hammen droog je, want ik zag ook ergens een droogkamer. Ja. En een grote koelcel. Ja, daar ligt het, de ham in het zout. Uh-huh. Te zouten en daarna worden ze opgehangen in de droogkamer. En je bent dus eigenlijk nog een beetje in de leerfase van het varkensslachten. Nou, slachten, dat... Of uitbenen, dat bedoel ik eigenlijk. Dat ga ik niet doen, hoor. Nee? Dat mag iemand anders doen. Want? Nou, dat is toch te gedoe. Het mag ook niet, dan moet ik zo enorm inrichten. Nee, maar ik bedoel eigenlijk uitbenen. Het uitbenen, daar helpt... De slager komt dan hier. Ja. En de slager beent het uit voor mij en ik help een beetje. En hoe lang ben je nou met dit werk bezig? Therese. Deze crepinet. Nee, ik bedoel totaal dat je met vlees bezig bent. Want het is in jouw tweede helft van je leven. Toen was je ongeveer 46, heb je me net verteld. Ja. Heb je Peter leren kennen. En toen werd je eigenlijk dus de vrouw van de boer. Ja. En ik neem aan dat je niet op dag 1 al alles van die varkens wist. Nee, daar ben ik zo de afgelopen 7 jaar in gegroeid. Mm-hmm. Ja. Maar dat is jouw ding geworden, je specialiteit nu. Ja. Ja. Ja, en ja, wij boeren zoals wij het leuk vinden. Ja. En we hebben niet veel varkens. En Peter kan nu varkensboer zijn. Ja. En omdat ik het vlees verwerk... Ja. Kunnen we mooie varkensproducten bieden aan de mensen, waardoor wij kunnen blijven boeren. Ja. Dus ik ben niet echt een slager, maar ik ben de boerin die haar varken verwerkt. Mm-hmm. En in die zin, en dat probeer ik dan zo leuk mogelijk te doen. Kijk, doe het nog eens. Een king size. Ja, dit is het hele donkere droog kamertje waar alle hammen hangen. En ik zie ook een hele rij worstjes hangen. Heerlijk. En hier... Het kruidnagelworstje. Oh, wat ik niet kon kopen. Ja. Daar moet ik voor terugkomen. Theresa, nou dan ga ik jou bedanken. Misschien kan je een beetje in het licht komen, want het is hier vrij donker. Ik vond het top interessant. We hebben echt ook veel gelachen. En ik ben helemaal in het boerenbedrijf geweest. Ik heb al die biggetjes horen, geluid horen maken en de modder en alles. Ik vond het super. En jou hier net in je eigen atelier, waar je dus de crepinelli... Crepinette. Natuurlijk, het nette. Hè, het zit ook in het woord. Aan het maken bent. En ik dank je heel erg hartelijk. Als vrouw die zo mooi... bedrijf heeft opgezet, ja, wel samen met Peter, maar jij doet deze... Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Een hartstikke aardige man. Maar jij doet het vlees helemaal. En staat toch op markten met die mooie waren. Ja. Heel erg veel dank. Peter doet het levende en ik het dode spul. En samen zijn jullie levend echtpaar. Nou, kan niet mooier, hè? Hey, dankjewel. Wat ik nog niet heb gezegd, is dat de boerderij van Theresa Radar en Peter Wijnen... in Sengersbroek ligt. En dat is een gehuchtje vlakbij Heusden in Brabant. Sengersbroek.